In Haaltert in Oost-Vlaanderen zijn de kassiersters van een supermarkt twee keer na elkaar overvallen. Opvallend, want dat is nooit eerder gebeurd. Haaltert is een relatief rustige gemeente. De speurders zijn zeker dat het twee keer om een andere dader gaat, maar ze vermoeden toch dat er een verband is tussen de overvallen. Ze vragen daarom uw hulp om deze zaken op te lossen. Supermarkt Smatsch in Haaltert. Op vrijdag 15 mei om 6:30 zijn twee kassiersters hier aan het werk. Het is een half uur voor sluitingstijd. Ik en mijn collega Nadja waren hadden de late voor te werken. En ik was op de bureau, dat was al iets na 6:30, voor de verliezen na te kijken, omdat we dat dagelijks moeten doen op de computer. En in één keer roept ze op mij aan. En ik roep, zeg na Nadja, ik kom onmiddellijk af. Daarmee roept ze nog een keer aan. En daarmee zeg ik, ja, ik ben er. Daarmee kom ik op en ik zie hem staan. Hij was een gans in zwart en met een revolver. En hij pakt een kabas, een grote zwarte tas. En daar moest ze dat laden, in kappen. Er al halen. De kassa. De kassa. En moest ik eerst naar mijn laden. En moest ik die laden open doen. En ja, ik kreeg ze het dan open. Want ik heb zenuwen, dat gaat zo rap niet. En dat was met zijn revolver. En dat was anders niks als altijd aan mijn hoofd. Dat je die revolver hield. En ik moest dat ook in die kabas kappen. Telefoon? Daar vroeg hij mij de telefoon. Ik zei, ik heb die telefoon. Maar normaal ligt die telefoon aan de eerste lade. En ik begon te zoeken. En ik vond hem niet. En ik ben ten overgegaan naar de tweede. En ik vond hem daar ook niet. Want dat weende ik al ze. Want die bleef anders niet als hij een revolver op mijn hoofd had. Dat ging nog in een seconde af. He. En ik had het kijken en ik wist altijd, is dat nu een echte of is nu geen een echte? Op dat ogenblik ziet de overvaller dat haar collega probeert te bellen. En hij sleeg hem uit haar hand en met zijn voet dat hij een telefoon kapot was. En dan is hij buiten gevlucht. De dader gaat aan de haal met 1500 euro. Op het ogenblik dat hij voorbij de frituur loopt, ziet de uitbater hem. In één keer hoor ik een geluid van iemand hardlopen. Dus ja, dus kijk achter mij. En ik zie daar iemand lopen die ondertussen zijn bivakmuts van zijn gelaat onttrekken is. Blijf ik kijken en ik zie hem in de tweede venster, zie ik zijn gezicht. Dus iemand van vreemde origine. Dus die persoon loopt weg. En ondertussen achtervolgt er een andere persoon. Dus in een paar seconden, 30, 40 seconden nadien kwam die terug. Die zegt tegen mij, luister, ik heb hem niet kunnen pakken. En zeg, ja, wat is er gebeurd? Ja, zegt hij, de Smatsch is overvallen. De politie kampt de hele buurt uit, maar zonder resultaat. Dus de overval is gebeurd. De overvaller loopt hier langs de straat. Wat is het laatste wat jullie gezien hebben van hem? Dus het laatste dat we weten is dat hij daar langs de frituur aan de overkant van de straat is weggelopen in de richting van Haaltert. Want we hebben hem op beeld aan het tankstation. Mm-hmm. Zien we hem aan de overkant van de straat weglopen. Ja. Nu, wat er daar verder is gebeurd, zijn we nog niet 100% zeker. Maar hij is zeker niet deze richting uitgelopen. Hij is niet de Edestraat richting Meren uitgelopen. Dat zijn we zeker, want daar de camera van het tankstation, hij komt op dat beeld niet voor. De man is van het tankstation in de Edestraat dus niet in de richting van Meren gelopen, maar wel in de richting van het centrum van Haaltert. In dat stuk van de Edestraat hangen ook camera's, maar daar is hij niet op te zien. Ofwel is hij daar in een vluchtwagen gestapt, of het meest waarschijnlijke voor ons is dat hij hier rechtsaf is gegaan in de Hooglarenweg. De Hooglarenweg is een doodlopende straat die eindigt op een voetweg. Nu, als hij die voetweg doorgaat, dan kan hij perfect in de Bosstraat komen waar eventueel een vluchtvoertuig zou kunnen klaarstaan. Ja. Jullie zoeken dus getuigen die de man hebben zien instappen in een wagen of nog hebben zien vluchten? Ja, dat klopt. Nu, aan de hand van de beschrijving die de uitbater van de frituur kon geven, is er een robotfoto opgesteld. Nu, die zien we hier. Het gaat over een man van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Ongeveer 1,75 meter groot. Hij heeft een licht getaande huidskleur en heeft een opvallend smal gezicht. Nu, hij was verzorgd en zijn haar draagt hij in korte piekjes omhoog.
En de man die achter de dader aangaat, daar zijn jullie ook in geïnteresseerd, hè? Want ja, die hebben jullie nog niet kunnen spreken. Dat klopt. Dat was een man gekleed in een wit t-shirt. Een iets kleinere man, had blond haar. En wat we van hem weten, is dat hij eerder gebrekkig Nederlands sprak. En wij denken dat hij Franstalig was. Misschien heeft hij wel gezien of hij wel degelijk de Hooglarenweg is ingelopen. Of dat hij eventueel zou gezien hebben of dat hij in een vluchtwagen zou zijn gestapt. Ja. Op de kassiersters van de Smatsch heeft de overval een grote impact gehad. Ze hadden nooit verwacht dat zoiets hen zou overkomen. Heb je daar geweest naar binnen, zo'n klein winkeltje? En het is de eerste keer dat dat hier gebeurt. Je denkt daar niet aan. En hier is nog allemaal goed verlopen. Het zijn geen ongelukken gebeurd, maar als je op een ander een ongeluk maakt, het is toch altijd iemand zijn leven en dat ze door. En het is, iedereen moet er komen voor werken. Hè. Maar 6 weken later gebeurt het opnieuw. Op vrijdag 26 juni zijn 2 kassiersters aan het werk. Het is weer net voor sluitingstijd. Wanneer een van de 2 naar achter gaat, slaat de overvaller toe. Geld, geld. De overvaller is gewapend met een mes. Hij neemt alleen de briefjes mee, het kleingeld laat hij liggen. In nog geen 30 seconden is de man weer buiten. Dezelfde winkel 2 maal na elkaar overvallen op 6 weken tijd. Is dat nog toeval? Wij denken van niet. Smatsch ligt in een rustige buurt waar eerder weinig of niets gebeurt. Nu op 6 weken tijd 2 keer een overval. Wij denken niet aan toeval. Nu, we zijn zeker dat het 2 keer over een andere overvaller gaat. De eerste keer iemand met een licht getaande huidskleur. De tweede keer was het een zwarte man. Nu, mogelijk is dat besproken geweest, die eerste overval in bepaalde kringen, en heeft dat een andere dader op gedachten gebracht. Ofwel werken zij eerder direct samen. We weten het niet en we zullen het maar weten wanneer de daders gepakt zijn. Misschien kan u het onderzoek wel vooruit helpen. De eerste overval was op 15 mei. De dader daarvan is 25 à 30 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft een opvallend smal gezicht en een licht getaande huidskleur. Op 26 juni sloeg de tweede overvaller toe. Hij heeft een zwarte huidskleur, is ongeveer 1,70 meter lang en opvallend mager. Hij was ook volledig in het zwart gekleed. Met al uw tips kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300.